Goedenavond iedereen. Ik ga vanavond een korte introductie geven over het PRRS-programma. De stand van zaken op vandaag, want ja, het is niet nieuw, maar we geven nog even een kort overzicht tot dusver. PRRS-programma dus 2021 hebben we een aantal heel duidelijke doelstellingen voor opgeschoven, waar we ons vooral mee willen bezighouden. Dat zijn drie grote luiken en die zijn hier even in beeld gebracht. Dus ten eerste komen we aan de KI-centra. Daar proberen we vooral te streven naar KI-centra die willen deelnemen in dit vrijwillige programma. En op die bedrijven willen we gaan naar de aanwezigheid van enkel PRRS-negatieve beren. Het tweede puntje in het programma is de gestandaardiseerde monitoring op de overige bedrijven met feedback aan de hand van de rapporten. En een derde luikje binnen het PRRS-programma is communicatie wat betreft PRRS. En deze webinar past natuurlijk in dit punt. PRRS-programma wordt financieel ondersteund vanuit het Sanitair Fonds. Ik ga even dieper in op de aparte puntjes, beginnende met het programma op de KI-centra. Dus een mijlpaal die binnen het programma vooropgesteld werd, was dat in 2023 op de KI-centra die vrijwillig deelnemen aan dit programma, enkel nog PRRS-negatieve beren aanwezig zijn. We hebben dit aangepakt door reeds een aantal jaren eigenlijk deze KI-centra te ondersteunen in hun onderzoek naar PRRS. Dus ze konden op vrijwillige basis PRRS-onderzoeken bij de beren uitvoeren om op die manier eigenlijk stappen te zetten naar het aanhouden van enkel nog negatieve beren. Maar vermits de mijlpaal in 2023 staat, wordt het dit jaar ook tijd om een stapje hoger te schakelen, versnelling hoger. Vandaar dat er vanuit het Sanitair Fonds gekozen is om enkel nog financiële ondersteuning te geven voor een aantal specifieke bemonsteringsschema's. Dat zijn namelijk de aannemingstesten op de KI-centra. Dus dat zijn de testen waarmee een KI-centrum wil aantonen dat ze de volledige berenstapel die aanwezig is negatief is. De opvolgingstesten, dat zijn maandelijks 10% van de aanwezige dieren laten onderzoeken op PRRS en de quarantainetesten. Al deze testen zijn beschreven in de gids voor goede praktijken KI-centrum, waarvan dat je hier een voorbeeldje ziet. En deze is terug te vinden op de website, de SDRP PRRS website. Er komt straks ook nog een link in beeld. Nu, er zijn een aantal voorwaarden ook voor de KI-centra. Ze hebben al geruime tijd de kans gehad om stappen te zetten. Vandaar dat enkel die bedrijven, die KI-centra, die ook effectief al aan kunnen tonen dat ze vooruitgang geboekt hebben, worden nog verder ondersteund. Dus ze moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat betekent dat ze geen positieve beren meer mochten aangekocht hebben, dat ze duidelijk alle negatieve beren, positieve beren verwijderd hebben van het bedrijf en dat er voornamelijk nog negatieve beren aanwezig zijn. Nu, we hebben daar zeker al een aantal stappen gezet. Het lijstje van de KI-centrum die PRRS monitoren is ook terug te vinden op de DGZ-website. Hierin zitten er een aantal KI-centra die al geruime tijd monitoren en kunnen aantonen dat er enkel nog negatieve beren aanwezig zijn. Maar zoals jullie zien, de laatste jaren, 2018, 2021, zijn er daar best wel een aantal centra bijgekomen. En wanneer dat jullie deze eens willen nakijken, kunnen die ook op de website geconsulteerd worden. Punt 2, de monitoring op de overige varkensbedrijven. Daarvoor zijn er op dit moment binnen het programma 4 monitors voorzien. Ik breng ze hier even in beeld. Dat is de al onbekende PRRS-monitor Bigge. Dus die bestaat al sinds 2015. En daar gaan we voornamelijk onderzoek doen op het voorkomen van het PRRS-virus zelf met behulp van een PCR op 2 groepen van dieren, bij de pasgespeende biggen en bij de biggen op het einde van de biggenafdeling. Daarnaast zijn er nog een aantal monitors, dus de PRRS-monitor vleesvarkens, waar we uiteraard naar PRRS op zoek gaan bij de vleesvarkens. Opfokvarkens, een specifieke monitor voor
op fokbedrijven die gelten of beren verkopen. En de PRRS Monitor varkensbedrijf. Deze laatste is specifiek voor die bedrijven die niet meer vaccineren tegen PRRS, dus de negatieve bedrijven. Vandaar dat er op deze bedrijven enkel een onderzoek gebeurt naar het voorkomen van antistoffen. Ook al deze monitors kunnen teruggevonden worden op zowel de DGZ-website als de PRRS-website. En ik zag net dat Caroline ook in de chat de link gedeeld heeft naar deze website. Nu wil ik graag een kort overzichtje geven van de gegevens van de BEGEM-monitor of de PRRS-monitor BEGEM. Deze bestaat al sinds 2015 en ik wil even kort een overzicht geven van de huidige resultaten van het laatste jaar. Als we kijken naar de gegevens vanaf 2015 tot 2021, dan zien we dat in totaal 314 Belgische varkensbedrijven deelgenomen hebben aan de PRRS-monitor BEGEM binnen het PRRS-programma. In totaal was dat goed voor al 1316 monitors. Zoals jullie kunnen zien in de grafiek rechtsboven, hebben we daar een aantal trouwe deelnemers. Deze grafiek, ik leg hem even nader uit. 314 bedrijven hebben al minstens eenmaal gemonitord. Bijna 250 bedrijven minstens twee keer, 150 drie keer enzovoort. Je kan zien dat er een groep van 100 bedrijven is die eigenlijk zeer consequent monitoren en in totaal al meer dan 10 monitors uitvoerden gedurende de looptijd van het project. Hier kunnen jullie zien in de grafiek beneden dat het aantal monitors maandelijks toeneemt gedurende de jaren. Dus het is nog steeds een programma dat aan belang wint. Als we even kijken naar de trends van de PRRS Monitor BEGEM van 2019 tot 2021, dan zien we het volgende. Waarom hebben we gekozen voor deze periode? Is omdat er een verandering gebeurd is van het bemonsteringsschema in de loop van 2018. Dus vanaf 2019 gebruiken we eigenlijk het huidige schema van de 10 BEGEM, begin van de BEGEM-afdeling en 10 BEGEM op het einde van de BEGEM-afdeling. Dus in 2019 en 2020 hadden we telkens een iets meer dan 110 deelnemers. In 2021 was het aantal deelnemers gestegen tot bijna 140. Wanneer we echter kijken naar de resultaten over de 3 jaar, zien we daar weinig verschil. We hebben telkens 80% van de deelnemers die een positief, minstens één positief resultaat hebben gedurende het jaar. En een 20% van de deelnemers waar er geen PRRS-virus teruggevonden wordt. De resultaten die hier worden weergegeven gaat over het voorkomen van de Europese PRRS-stam op de bedrijven. En waarom hebben we hiervoor gekozen? Is omdat wanneer we de Amerikaanse stam laten onderzoeken, dat die altijd eigenlijk steeds terugkomt als een vaccinstam. Dus vandaar dat we die niet hebben meegenomen in deze resultaten. Als we kijken naar de resultaten van 2021, dan zien we dat gedurende dat jaar er 136 bedrijven zijn die gemonitord hebben, waarvan er 37 nieuwe deelnemers zijn, dus die voor de eerste maal de monitor ontdekten. In totaal goed voor 267 monitors. In het taartdiagram kan je een verdeling zien per provincie. En zo zien we dat ongeveer de helft van de deelnemers afkomstig is uit West-Vlaanderen en een kwartje uit Antwerpen. De rest is verdeeld over de overige provincies. Van deze 136 bedrijven waren er 28 in 2021 volledig negatief en 108 positief. Er waren 54 bedrijven die één monitor hebben uitgevoerd gedurende het jaar 2021 en 82 met meer dan één monitor. Kijken we nu naar het aantal deelnemers die negatief testen, dus die 28 negatieve bedrijven, dan zien we dat toch 1/3 van die negatieve deelnemers wel degelijk in West-Vlaanderen woont. Af en toe wordt immers de opmerking gemaakt dat, dat West-Vlaanderen te dens bevolkt is, een te dicht bevolkt varkensgebied,
om een negatief bedrijf te kunnen uitbaten. Maar dat blijkt in deze cijfers dus niet zo te zijn. Een kwart van de negatieve bedrijven situeert zich in Limburg en bijna 20% in Antwerpen. Van de 108 positieve bedrijven die het afgelopen jaar bemonsterden, was er 40% die één monitor heeft uitgevoerd waarbij deze ook positief tekende. En waren er 36% van de bedrijven die meerdere monitors gedurende het jaar hebben uitgevoerd, die ook positief tekenden. 11% van de bedrijven kenden een verbetering. Die gingen van een positief resultaat gedurende het jaar naar een negatief resultaat. En 7% kende eigenlijk de omgekeerde beweging. Die gingen van een negatief resultaat naar een positief. En 6% hadden een wisselend resultaat. 28 bedrijven waren negatief gedurende het afgelopen jaar. Waarvan er een kleine 40% één monitor uitvoerde. En een 60% meer monitors gedurende dat jaar. Dit zijn nu natuurlijk de interessante bedrijven om even verder te gaan kijken. Dus die 40% van die 28 bedrijven, dat zijn 11 bedrijven die maar één monitor uitvoerden, zien we dat er 9 bedrijven nieuw waren in 2021. Dus 9 nieuwe deelnemers die in 2021 voor de eerste keer monitoren. Er waren 5 van deze 28 bedrijven die deelnemen aan de PRS Monitor Bege sinds 2020 en 14 die ook reeds deelnamen in 2019. Deze 5 die deelnamen in 2020, die kenden allemaal een verbetering. Die 5 waren in 2020 nog positief en in 2021 hadden ze negatieve resultaten. Die 14 die al monitoren sinds 2020... Hier zien we dat ook deze bedrijven een aantal toch duidelijk een verbetering kenden gedurende de tijd. 4 waren van die negatief waren in 2021 bleken ook besmet te zijn in 2020 en in 2019. 4 van de negatieve bedrijven waren negatief in 2021 en 20, maar nog besmet in 2019. En 5 bedrijven waren gedurende het de afgelopen periode negatief. Eentje was wisselend positief en negatief. Dus die was eerst negatief, positief en dan terug negatief. Zo, dit was in een korte notendop, een samenvatting van de resultaten. Ik ga nog een laatste slide presenteren. Dat is onze verderzetting van het PRRS-programma in 2022. Dus we gaan blijven inzetten op de KI-centra, omdat we deze zeker willen motiveren om verder naar de negatieve berenpopulatie te gaan. De monitoring blijft ook lopen, dus de bestaande monitors lopen voort. En we gaan ook nog inzetten op communicatie met onze PRRS-foto die we graag nog willen voorstellen. Deze hebben we vorige webinar ook al gelanceerd. Dus wat willen we hiermee bereiken? We willen de evolutie van de PRRS-situatie in België opvolgen. En daarvoor vragen we jullie om een enquête in te vullen. Er zit ook een ludiek deeltje in. Wanneer je de enquête invult, zul je te weten komen welke PRRS-manager je bent. En je maakt trouwens kans op een exclusieve PRRS overal, wanneer de enquête ingevuld wordt. En vorige week konden we al onze eerste winnaar van deze PRRS overal bekendmaken. En dat is Bert Adriaan uit Popering. De enquête is terug te vinden via de link die hier ook op de slide staat. En Caroline deelt hem ook in de chat. Dus jullie kunnen zeker straks even deelnemen aan de enquête.